Superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag Quest. En ja, ik neem opnieuw op. Had te veel lag. Ik had dus net heel veel lag en de opname was een beetje mislukt en zo. Dus ja. We gaan nu even questen. Oké, je moet helemaal aan het einde van het bos zijn. Ja, ik heb nu mijn beeldkwaliteit opnieuw, dus ik hoop dat de lag nu een beetje minder is. Ja. CC. Oké, we gaan rennen door het holle bos heen. Dat duurt zo lang. De lag is nu echt veel minder. Wat ik wel grappig vind aan lag is dat dan lijkt het zeg maar alsof je paard veel sneller gaat. Ik weet niet of jullie dat ook zeg maar merken, maar ik wel. Dan lijkt dat zo. Ik had een race door het holle bos gezien. Als stiekem. Of zo, zoiets. Wow, wat is dat? Een konijn of een vogel? Daar. Wow, Beardy. Tweet. Wat? Tweet. Oké, goede missiebeschrijving. Een vogel? Wat doet een vogel in mijn rugzak? Oh wacht, hij zit niet eens in mijn rugzak. Hij is daar. Je hebt een vogel opgepakt. Het hoort toch in gele letters te staan? Vind ik. Wow, mijn. Ik heb een voorwerp geplaatst. En wat moet ik nog meer? Nog een vogel zoeken. Moet ik allemaal vogels zoeken? Ja, ik was even met Senna aan het praten. Ik ga gewoon alles gelijk pakken. Je hebt de vogel opgepakt. Ja. Zo, dezelfde vogels. Is wel heel erg knap. Oké, nog verder van de bos rijden. Waar moeten we heen? Hier. Nog een vogeltje. Misschien hebben we er nu al wel genoeg. Zie maar hier of ik zie hem. Daar ga ik echt van sparen. Oké, en nu terugrennen. Shit, ik weet de weg niet meer. Oepsie. Nee, nu zijn we bij dat ene zonnekringhuis. Oh, hier is het. Zo. We moeten er 6. En ik heb er nog lang geen 6. Ofwel. Nee, nog 1. Oké, vogel, waar ben jij? Gewoon dit oranje volgen. Aha, daar. Waarschijnlijk hebben jullie die al lang gezien. Maar ja. Heel erg random vogels redden. Gisteren was het al egels redden. Toen heb ik niet opgenomen. Maar nu vogels redden. Wel een beetje daar. Te vroeg uitgevlogen. Nog 1. Oh wacht. We kunnen al praten. Oké, dat was het quest in het holle bos. Een nieuwe wedstrijd in het holle bos. Nee, geen zin. Het is niet makkelijk om echt te vinden. Ferdy Dans. Kijk, hier kan ik helemaal niet heen. Ik kan al niet naar Ferdy, naar Visserstorp Westkaap. Die 4 kreeften op slag.
We gaan wel. Die missie snap ik niet. Iets om een nachtje over te slapen. Dus als je me wil helpen, dank je. Maar wanneer jullie het zien, kunnen jullie me niet meer helpen. Maar een nieuw wedstrijd in het Wilbos. We gaan hem wel gewoon proberen. En als het niet lukt, versnel ik dat stukje gewoon. Of knip ik het eruit. Wilbos is de andere kant op die missie dan Wilbos. We zijn nu in het Wilbos. Oké, we moeten hierheen. Rijden. Ik ga vanavond ook let's play's maken. Als het donker wordt, rond 8:30. Nu rijden. Weet je wel wat hier staat? Welke handelverlaag zou kopen, de zwarte of de bruine? Dat is je eigen keuze. Dat hoeft iemand anders niet voor je te bepalen. Snap je? Snappen jullie? Want ik reageer nooit op dat soort dingen. Want ik vind ze allebei echt heel erg lelijk. Ik vind handelverlaag echt niet mooi. Ze zijn gewoon Engelse voorbloeden. Maar de kleuren vind ik zo lelijk niet normaal. Sophia, Sophie. Pluk voorzichtig de zeldzame bloemen die in de racebaan zijn met wortel en al. Plant ze opnieuw. Achter Sophie. Oké, we gaan eerst alle bloemen plukken. Daar moeten we ze denk ik planten. Hier zijn. En dan hier. Lompies. De pom. Huh? Hier ligt niks. Wacht. Ik denk dat ze wat meer. Ja, hier ligt er niks. Sprong er overheen. Zilverzong rivier. Maar die Zilverzong rivier is toch onder de brug? I don't know. Een vredesbloem. Oh wacht, ligt weer langs de kant. Ik ga ook een keer vele deeltje doen. Vandaag. Als die er is. Vandaag, ik hoop het. Of een zilverkleed ook. Warlam kan ik niet doen. Wow, zagen jullie dat? Dat zag er echt niet zo fijn uit. Ja. Voorwerp verzamelen. De opname stopt zo, maar dat maakt niet uit. Oké, we gaan nu. Wow, de lag is heel erg erg. Zoals jullie kunnen zien. Kijk dan, wow, die lek is echt erg. Oh, hij is echt te lek. Oké, we gaan nu goed zoeken. Oh, wacht. Hier moeten we het inleveren. Yo, waar zijn die andere vier? Ik snap er echt niks van. De
opname stopte. Tenminste, ik had hem al alvast, zeg maar, gestopt. Maar... Huh? Waar dan? Oké, dit is echt zo naar te kijken, jongens, dat weet ik. Maar ik moet gewoon deze missie doen. Waar zijn die vredebloemen? Oké, we gaan ze wel gewoon plaatsen. Alvast. Oh, 6 van 8 al. Oh, we hebben net allemaal voor niks gezocht. We hadden alles al. Fijn. Echt waar. Nou ja, we hebben gelukkig maar 2 minuutjes gezocht. Maar. Ja. Gaan ja, zo die race doen. Het is een iets langere aflevering. Oepsie. Ik ben ondertussen met Senna aan het chatten via mijn telefoon op Skype. Het is in vele deel altijd zo rustig. Ik zou mijn homestable niet willen hebben. Je bent echt ver van, zeg maar, ja, drukker. Er ligt wat rommel rondom de baan. Draai erheen en ruim het op, zodat ik het kan weggooien. Als je het zelf weggooit, waarom ruim je het dan ook niet zelf op? Want dit vind ik niet leuk, wacht. De racebaan is dus blijkbaar daar. Krijgen we nu een nieuwe dagelijkse missie. Een nieuwe dagelijkse race. In vele deel. Afval 1 van 6. Oh, gelukkig hoeven we niet te veel en is dit niet moeilijk om te vinden. Ja, vriend, even zeggen. Hey, ik ga zo nog even mijn wassen. Daarna ga ik voor een reclame maken voor Insta. Leuk, dankje. Judith Monster Garden. Vraag allemaal vriend. Dan zeg aardige dingen tegen haar. Ze gaan mijn YouTube kanaal promoten. Dat vind ik leuk. Oh, ja. Shit. We zitten vast. Kom op. Ja. Ik zie al een bal. Oké, ik ga het ook aan mijn ouders vragen. Oké, veel plezier. Ik ga het ook aan mijn ouders vragen. Nou, dankjewel. Nog eentje. Oké, ging niet goed. Ik zie al een springbal. Cool. Alleen niet zo hoog, maar... daar. Jullie denken nu echt van, hoe moeilijk kan dit zijn? Maar... heel moeilijk blijkbaar dus. En nu moeten we helemaal deze weg volgen. Terug naar Sophie. Shopee, hoe het wel uitspreken. Oeh, dit duurt zo lang. Zitten jullie, wie zit er trouwens op de Starbar Meadow server? Daar zit ik op.
En bij 500 abonnees ga ik een funnel houden. Dus ja, dan weet ik hoeveel er mensen zouden kunnen komen. Rij op de nieuwe racebaan naar de finish. Oké, daarna ga ik de video afsluiten. Als ik deze race heb gedaan. Yo, ik vind het nu al een leuke race. Waarschijnlijk denk ik daar straks anders over, maar ja. Oeh, race muziek. Ik ben echt bang dat ja, de race te lang duurt en dat dan de opname midden in de race stopt. Dat lijkt me echt niet leuk. Het is helemaal niet zo'n moeilijke race hoor. Wel wat scherpe bochtjes en zo, maar ja, voor de rest, ik vind de race wel leuk. Eigenlijk. Oh, veel. Weet je wat ik zielig vind voor mensen? Mensen die de quest krijgen en bijvoorbeeld die quest van het springen niet snappen, dan kunnen ze deze race ook niet doen. Oké, dat was echt een hele scherpe bocht. Net zoals deze. Oh nee, we hebben hem gemist. Snel! Huh, waar is die andere? Hebben we hem weer gemist? Wat? Oh, wacht hier! Snel! Oké, dat stukje was een beetje raar, zeg maar, vind ik. Zo. Wow, we zijn echt al best lang aan het opnemen. Hier moet er heen. Ja. Nou, dit was dan de video. Vergeet vooral geen dikke duim omhoog te doen en niet te abonneren hieronder op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei!